We gaan altijd kijken, wat heeft iemand nodig? Hoe beweegt iemand? En wat wil je nou maken om het beter te krijgen? Als je standaard zolen maakt in die zin dat je zegt, ik ga voor hielpijn een zool maken. Ja, dan ga je vaak dezelfde zool maken voor iedereen. Nou, dat is nou net wat we niet willen. We willen zelf na blijven denken om iemand beter te maken. Nou, en ik denk dat dat wel de kracht is van ons bedrijf. Ik ben David Evers. Ik ben in 1989 afgestudeerd als fysiotherapeut. Ik heb altijd bovenmatig veel interesse gehad in sportbeweging en hoe mensen bewegen. Ik heb de opleiding sportfysiotherapie gedaan in de jaren 90. Ik heb ook vanaf 93 elke opleiding gedaan die iets met voeten te maken had. Ja, dat is gewoon heel leuk werken. Ja, dat is gewoon genieten. Foot Connection heeft een concept waar mensen met een probleem komen en we proberen dat probleem zo te analyseren dat we een selectie kunnen maken in fysiotherapie, in podotherapie of podologie of in training of in het doorverwijzen naar andere disciplines. Wat heel bijzonder is, is dat je iets constateert, je meet iets, je voelt iets aan een voet en een knie en een rug en je hebt dan een gedachte van nou, als ik dan zoiets ga maken, dan moet dat beter gaan. En dan maak je iets en dan denk je, ja, zie je nou wel, nou, dat lukt. Ja. En dan loopt iemand beter. Nou, en dat gevoel, ja, dat is gewoon heel leuk en heel bijzonder. Nou, dat geeft wel enorme voldoening. Ja, dus dat, ja, als ik dat niet zou hebben in mijn werk, dan was ik ook snel klaar, denk ik. Je ziet ook dat het handwerk of het ambachtswerk, dat mensen dat heel erg waarderen. Je ziet dat ook niet heel veel meer. Dat is ook een beetje uitstervend ras. Het is ook heel leuk om te doen. En mensen worden er heel enthousiast van, want je laat iets zien wat je maakt en je past het aan de voet. En ja, als het dan ook nog lekker zit, dan hebben ze iets gezien wat gemaakt wordt. Ja, die ziet dat de mensen ook heel enthousiast van raken. Nou, ik denk dat het handwerk zo intensief zoals we nu doen, dat geen stand houdt. Ik denk wel dat we in ons productieproces moeten automatiseren. Dat gaan we ook doen. We zijn wel bijna zover dat we eigen 3D geprinte zolen kunnen maken. Alleen, ik vind het nog niet praktisch genoeg. Want ik wil binnen anderhalf uur wil ik die persoon hier op de bank hebben zolen gemaakt. En die wil ik naar huis sturen met gewoon een perfect 100% scorend product. En iets wat ze machinaal maakt, ja, daar moet je altijd nog aan sleutelen. Dat kan gewoon niet in één keer goed zitten. En ik zou het ook niet willen dat missen dat ik mijn handen niet kan gebruiken om die fine-tuning te doen. Want dat is toch wel je voldoening in het werk en de puntjes op die.